Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Ik ben vandaag weer op mijn eiland Luyamere en het leek me leuk om een beetje te kijken hoe ik mijn eiland nou wat herfstachtiger kan maken. Aangezien het echt heel hard regent buiten en ja, de sfeer er wel een beetje naar is om de zomer toch een beetje achter ons te laten. Ik heb eigenlijk wel weer zin in, want ik vind het ook wel altijd heel erg knus. En ook in dit spel gaan de kleuren van de bomen en van het gras veranderen. En sommige van mijn designs passen daar niet heel goed meer bij. Dus ik wil heel graag een beetje kijken naar wat voor herfstachtige designs ik nou kan gaan gebruiken. En dan wil ik heel graag ook jullie die tip geven. En ik heb heel stiekem al een beetje wat voorwerk gedaan, aangezien ik dus mijn straat die ik zelf heb gemaakt heb aangepast. En ik heb er allemaal bladeren op gedaan. En ik heb dat idee een beetje van een andere speler die ik ook later in deze video even zal laten zien. Maar ik zal jullie laten zien hoe het pad eruit ziet en wat je ermee kunt. En dit is het geworden. Ik heb dus een herfstversie van mijn pad en een normale versie van mijn pad. En je kunt het dus ook combineren als je dat wil. Ik weet niet of het mooi staat, maar vast wel. En ik heb dus dit losse stukje met blaadjes die je dan op je gras kunt doen. En mijn pad ziet er dus zo uit met blaadjes in het randje van de straat. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het staat. Laten we het eventjes neerleggen en kijken. En dan lopen we even een stukje naar rechts waar de straat is die ik bedoel. En dan zie je hier al dat langs het hele randje overal nu bladeren zijn. En ik heb dus ook zo'n middelstukje van het pad heb ik veranderd. Dus dat kleine stukje blaadjes in het midden, dat kun je dan aanpassen hoe je wil. En dit is hoe het eruit ziet en ik ben er echt super trots op. Dit is precies wat ik wilde. Het zijn subtiele kleuren van de herfst, maar het valt toch best wel op en tegelijkertijd ook niet te veel, zodat het ja, een rommeltje wordt. Dus nou ja, ik ben er echt super blij mee. En ik vind het nu al door dit pad alleen herfstiger eruit zien op mijn eiland. Dus dat is heel fijn. Ik laat het ook nog eventjes op de rest van mijn eiland zien of op andere plekken, zodat er iets meer variatie zichtbaar is. Even kijken, de andere kant op is natuurlijk veel handiger. Want hier is het dus smaller, maar waar we net waren is het wat breder. En hier bij de trap vind ik het er ook heel erg leuk uitzien. Het geeft gewoon meteen wat extra herfstsfeer. Ik zal het ook nog even laten zien op het plein, ook al liggen daar echt veel te veel fossielen. Ik heb ook nog wat andere paden op mijn eiland. Maar ja, mijn doel is eigenlijk om ze allemaal een keer zelf te maken. Alleen dit pad ben ik echt nog super tevreden over. Ik heb hier eigenlijk best wel lang naar gezocht. En ik ben nog niet helemaal ready om ja, dit te vervangen voor een wat herfstachtige versie. Want zoals je ziet, hier zitten dus ook groene kleuren van die blaadjes om de rand heen. En als het gras dus helemaal zo bruin is geworden, dan ja, dan zie je dat heel erg en dan is het eigenlijk niet meer zo mooi. Maar ik kan er wel eromheen dus mijn andere patroontje gaan gebruiken van de blaadjes. Zodat ik het vervangen van het hele pad nog een klein beetje kan uitstellen. Dit is dus hoe de blaadjes eruit zien zonder dat ze op de straat zijn. Oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wou gewoon het andere dingetje ook vervangen voor die blaadjes. En dat ga ik dus op de rest van mijn eiland ook doen. Ik ga dus overal zorgen dat mijn zelfgemaakte bruine blaadjes overal op de grond liggen. Want een van de makkelijkste dingen die je kunt doen is gewoon je bestaande designs vervangen voor eenzelfde soort variant, maar dan herfstachtig. Of nou ja, als het winter wordt dan misschien winterachtig. Zodat er altijd een klein beetje variatie is en dat het ook allemaal altijd goed past bij het seizoen. Nou, wat ik nou heel vaak doe als ik dingen zoek, dan typ ik het gewoon in die zoekbalk. En dan krijg je soms hele verrassende, als je het goed typt tenminste, dan krijg je soms hele verrassende designs waar je misschien zelf niet op was gekomen ofzo. Dus ik ga dat nu ook gewoon eventjes doen en met jullie kijken wat er dan uitkomt. Dan kun je bijvoorbeeld dingen gebruiken voor kleedjes, zoals dit soort ontwerpen, zeg maar. Wat ik best wel schattig vind. En dingen zoals dit. Daar kun je dan je kraampjes die je al hebt dan mee vervangen. En dan deze gebruiken. Ik ga deze opslaan, want ik heb ook zo'n soortgelijk ontwerp. Maar dan, dan met groene blaadjes. Dus nou, dit lijkt me dus ook perfect. Even kijken, wat zien we nog meer? Een heleboel blaadjes, maar niet het soort blaadjes dat ik zelf mooi vind.
Dit soort patroontjes sla ik ook heel graag op, want daarmee kun je dus met die aanpassingspakketten, zeg maar, je meubels een lekker herfstachtig sfeertje geven. En dat helpt ook al echt meteen. Dus loop even een rondje over je eiland en kijk gewoon welke patroontjes je kunt vervangen voor iets wat herfstachtiger is. En dat helpt echt al heel erg met een beetje een herfstsfeer creëren. Als dat tenminste is wat je wil, maar ik neem aan dat je daarom misschien naar deze video bent gaan kijken. Even kijken, ik zie verder niet iets super inspirerends voor op dit moment. Nou ja, dat is het. En dan heb ik nog een aantal ontwerpers opgezocht voor jullie die ik wel met jullie wil gaan delen. Namelijk deze die een heleboel van dit soort patronen heeft. Wat natuurlijk heel erg goed is om je eiland een beetje wat warmere en herfstachtigere kleuren te geven. Dus die zijn heel fijn. En er zijn allemaal variaties en ook nog wat andere soort van stofpatronen. En nou ja, kijk maar gewoon wat je wil gebruiken en wat je inspireert. En ik kijk ook altijd graag naar deze kant. En dan zie je bijvoorbeeld dit soort leuke outfits die je dan aan kunt doen. En nou ja, dat is altijd mooi meegenomen als je die niet zelf hoeft te maken, vind ik. Want ik ben er heel slecht in. En ik heb ook deze opgeslagen. Omdat die misschien ja, wat herfstiger eruit ziet dan het muurtje wat ik nu heb. En dan wil ik nog een aantal ontwerpen voor paden met jullie delen die herfstachtig zijn. En als eerste vond ik deze, die ik heel interessant vind, want het is allemaal alleen maar bladeren, zeg maar, met allemaal ja, een beetje rommelige, bosachtige sfeer. En ik heb even een stukje ervan op mijn eiland neergelegd voor jullie. Ik heb niet genoeg plek om alle designs op te slaan, maar dit is de helft van het pad. Dus je moet de andere helft er een beetje bij denken. En ik vind hem echt heel erg mooi. Het is heel erg sfeervol en warm en rommelig, maar niet op een vervelende manier, vind ik zelf. En ik vind die boomstronk echt heel erg leuk. Dus dit is wel iets wat ik zelf zou gebruiken. En dit is een volgende ontwerper die ik graag aan jullie wilde laten zien. Want ik vond dit pad ook heel erg mooi met die blaadjes erop. En een beetje wat ja, natuurlijker ofzo, of neutraler. En ook dit soort dingen vind ik echt heel erg interessant om dan paadjes te maken van takjes. Lijkt me heel leuk. Jammer dat ik niet nog meer designplekken heb, want dan zou ik het meteen opslaan. En ook dit soort dingen zijn heel herfstachtig natuurlijk als je een beetje van die worteltjes en akkers en zo maakt. En verder zijn er wat lichtere gekleurde designs die ik zelf wat minder goed vind passen bij de herfst. Maar je kunt natuurlijk gewoon lekker doen wat je zelf wil. Maar ook heeft deze ontwerper nog een aantal leuke herfstkleren. Zoals deze trui die ik echt heel erg leuk vind. En dit soort van modderachtige werkschort met wortels vind ik ook heel erg creatief. En ik heb weer een stukje van het pad gemaakt op mijn eiland, zodat ik een beetje kan laten zien hoe het eruit ziet. Ik vind deze heel mooi en subtiel. En dit zou ik ook zeker gebruiken op mijn eiland. Dus ik vind deze ook echt heel erg leuk. Dan wil ik nog deze laten zien, die misschien wel nog subtieler is, maar ook een stukje lichter. En met allemaal van die kleine schattige rode blaadjes. En dit is hoe die eruit ziet op mijn eiland. Ik denk dat ik deze zou gebruiken als het wat verder in de herfst is en het gras echt wat bruiner is geworden. Ik denk dat het dan mooier uitkomt. Maar ik vind deze ook mooi en subtiel. De volgende ontwerper heeft weer allerlei soorten paden. En dat vind ik altijd heel erg leuk, want dan kan je ook een beetje afwisselen. Je kunt zelfs van verschillende soorten van ditzelfde pad dus hoekjes pakken, zodat het een beetje een soort van ja, een mix is. Maar ik ga vandaag even voor deze, want deze lijkt me echt heel erg mooi. En dit is hoe die eruit ziet. Deze vind ik ook ja, een van mijn favorieten, denk ik. Want ik vind het heel erg leuk dat er verschillende kleuren in zitten, maar dat het wel allemaal echt één geheel is. Deze is ook wat lichter, dus ik zou deze nu nog niet gebruiken. Maar ja, als het dus ietsjes bruiner wordt allemaal buiten, dan vind ik deze echt heel erg leuk. En als laatste wilde ik jullie de ontwerper laten zien waardoor ik dus geïnspireerd was geraakt om mijn straat aan te passen. En dat is deze. Er zijn verschillende soorten herfstige paden, maar deze straat is ja, die ik zag bij iemand anders op het eiland. Ik vind trouwens dit ontwerp ook heel erg mooi van deze straat met die donkere rode bakstenen. Dat is ook wel een beetje mijn soort ontwerp. Maar nou goed, ik heb al een straat en ik ben daar ook heel erg blij mee. Maar het andere straatontwerp was wat ik eigenlijk aan jullie wilde laten zien. Want het wordt super herfstig als je deze gebruikt. En dit is nog maar echt een heel klein deel van alle ontwerpdelen. Aangezien die ook dus helemaal diagonaal is.
En ik vind het echt heel erg mooi. Ik vind het heel mooi dat die gele strepen in het midden van de weg zo goed passen bij de blaadjes. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit en sfeervol en zo. En nou ja, ik hoop dat ik een beetje met mijn eigen ontwerp dit een beetje kan evenaren. Ook al is het een heel ander soort sfeer natuurlijk. Maar dit ontwerp is zo mooi en het ziet er zo mooi uit als je het echt overal op je eiland hebt. Dus ik wilde die heel graag laten zien aan jullie. En ik was nog heel erg benieuwd naar het blaadjesdesign. Dus dit is eigenlijk een soort van blaadjespad. En ik denk dat je daar hele leuke soort van hopen met bladeren van kunt creëren. Dus die vind ik ook heel erg mooi. En dat waren de paden die ik met jullie wilde delen. Ik ben nog niet zo heel erg ver gekomen met het decoreren van mijn eiland. Mijn Nook's Hoek heeft echt één pompoen en daarmee moet het dan maar Halloween zijn of zo. Ik heb nog één andere pompoen. Oh, dit is mooi, die herfstblaadjes hier. Maar goed, wat ik wou zeggen, ik heb nog één andere pompoen, die staat bij de Swishies Able. En verder moet ik nog een beetje die DIY's en zo gaan sparen en dan die items maken. En nou ja, dan wordt het hopelijk heel erg mooi uiteindelijk. Maar ik moet nog eventjes een beetje mijn best gaan doen. Maar dat komt vanzelf. Ik heb er wel heel veel zin in, want ik vind het heel erg leuk om het een beetje herfstachtig te maken. En ik vind het jammer dat de paddenstoelen pas komen in november, want die vind ik altijd heel erg leuk. En die inspireren mij ook echt heel erg om te decoreren en zo, doordat je ze gewoon los ergens neer kan leggen. Dan staat het echt gewoon meteen leuk. Dus dat is ook nog weer een tipje voor als het november is. En dat waren voor nu mijn herfsttips. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En dat jullie, net zoals ik, ook echt zin hebben om je eiland een beetje wat meer met het seizoen mee te laten gaan. En dat jullie misschien heel erg zin hebben in Halloween. Dus like deze video en abonneer je op mijn kanaal om te zien hoe herfstachtig ik het nog maak. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Doei doei!